Ik dacht, dit is allemaal dood wat hier in die auto ligt. Oei. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. Welkom bij weer een nieuwe Knippie Kuipers on Tour. Normaal gesproken zeg ik goedemorgen, is het heel vroeg. Zijn we weer vroeg op pad, maar nu is het avond. Ik heb Wesley naast me staan, maar we gaan jou vandaag noemen... Loep. Loep, want niet dat anders. Is je bijnaam. Dat is en niet mijn anders. Ja, daar was je al heel Loep. Stellig over, hè? Ja, zo is het gewoon. Dat gaan we niet anders doen. Top, we gaan er een mooie nachtje van maken, maar dat ga je zo meteen vertellen wat we allemaal gaan doen. Is goed. We hebben hier al van allerlei soorten vis liggen. Kniepie vis. Dit schijnt een hele dure te zijn, toch, Loep? Zalm, ja. Ja. Ja, op het moment... Dat gaan we even laten zien. Duur in de markt, maar goed in de mond. Ja. Moet je even kijken. En dit is een zalm en die komt uit... Noorwegen, hè? Noorwegen. Ja, deze... Jullie hebben ook een eigen vestiging in IJsland. Ja. En daar komen dus al deze bakken vandaan. Die komen uit IJsland. Ik kom bij jou, weer een snapper. Ah, dit is wel een mooi visje, hoor. Ja. Jullie halen het ook overal elders vandaan, toch? Klopt. IJmuiden, Zeebrugge, Oostende, Bologneche Mer, Bretagne, tot aan Spanje. Moet je kijken, joh. En wat is dit voor vis? Kabeljauw, hè? Kabeljauw. Ja. Flinke jongen. Ja, dit is een flinke jongen, ja. Ja. Oh, die aan jaakje hebt. Ja, dat is mooi. Kom maar lekker flink binnenhalen. Ja, ik ben ook een visser, dus ik vind het wel leuk. Ja, klopt. Kabeljauw. Dingeltje. Ja. Ja, lekker, hè? Ja, lekker, ja. Ik heb handschoenen aan vandaag. Niet een heel overbodige luxe. Nee. Nou, prachtig mooi. Wat is de bedoeling? Want wat gaan wij nu precies doen? Heb jij de wagen al geladen? Of? Nou, Een beetje. Omdat wij aankwamen, ben je even gestopt. Maar ja. Dus we gaan de wagen verder laden. We gaan hem verder laden, dan gaan we papieren doen en dan is het oké, gas erop, we moeten door. Precies. Ja. Werkt ook zo in de vis. Ja. Het is nog ergens de groente. Ja. Dus we gaan de hele dag lekker trappen. Zeker. Ja. Mooi rondje België. Ja. En dan komen we terug naar Ierse. Ierse. Ja, want we zijn een Ierseke voor normaal Nederlands. Maar jullie zeggen Ierse. Wij zeggen Ierse. Ierse. Ja, wij zeggen Ierse. Nou, helemaal top. Wat gaan we doen? We gaan die wagen laden. En dan gaan we lekker knallen. Gaan we rammen. Zo. Kom. Bom. Rond. De wagen die zit vol. We gaan even met Loep even hier binnen kijken. Je ziet hier boven al min 20. Ik heb al ijskoude jatten van die vissen. Ik voel mijn neus gewoon rood uitslaan. Ja. Die van jou is ook rood. Ja. Rudolf. En wat hebben ze hier allemaal? Ja, het is hier eigenlijk allemaal diepvries. Vooral gamba's, verschillende maten, soorten, breedtes, diktes, alles. En allemaal vol verpakt al, zo ja. Voor weer in de vriezer of zo. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, het gaat zo naar de winkels toe. Ja, alles winkel. Ja, winkels, groothandel, restaurants, noem het maar op. Het is eigenlijk van alles nog. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld dus dan weer... En dit doen jullie ook zelf? Dit doen we zelf. Dit doen wij fileren, in postjes, vacuumeren, diepvries. En dan gaat het overal naartoe. Daar kan je het zo gek niet vinden. Er zit er zelfs een doek bij. Echt? Ja. Met die vis van jullie? Ja. Bijzonder. Goh, Adrie is wel bekend, jongens. Ja. Over de hele wereld. Ja, over de hele wereld, absoluut. Lekker. Ja, ik heb het koud zat. Ja. Ik denk dat die nog zo groot is. Oei. We zijn weer vanuit de diepvries. Liepen we even... Nou ja, eigenlijk was het andersom. We stonden de papieren te doen. Toen liepen de kantinejuffrouwen liepen langs ons. En die zeggen, wij hebben een lekker lunchpakketje voor jullie. Maar dat kan je dus als chauffeur gewoon bestellen. Elke dag, ja. Ja, dus als je het niet wil, dan is het ook goed. Ja, maar als je dus een lunchpakketje wil bestellen, dan krijg je allemaal lekkere dingen erin. Ja. Klopt. Broodjes. Broodje, een beetje fruit, een beetje pap, een beetje zuivel. Ja. Gewoon gezond. Lekker, man. We zijn een gezond bedrijf. Dus, Ja, en voor de omega 3 neem je een visje van achteruit je wagen. Precies, ja. De vetzuren. Ja, lekker. Jij hebt al je papieren. Ik ben rond. Je rittenlijst, je CMR'tjes. Ja. We gaan natuurlijk naar België. Ja, klopt. Alles getekend en wel en klaar. We kunnen instijgen. Ja, hoor. Vol has. Vol has. Schitterend. Dat gaan we doen. Ja. Kijk, hij is los. Nou, we gaan lekker zitten. Mooi. Mooi. Begin ik of begin jij? Nou, jij begint. Ik ga eens kijken hoe gek het kan. Ja. Nou, weet je het zeker?
lekker hoor, hé. Eerste adres, aan het donker. Het is 11 uur, precies. We staan op het eerste adresje, wat ik al zei. Een 500... Nee, 500. Ja, iets minder, hè. Zo'n 165 tot 170 kilometer gereden. Ja. En waar staan we nu? We staan nou in Nanine Wierde, dat is bij name. Top. En dit is een groothandel en daar los je... Er is niemand hier. Nee, nu niet. Ja, zometeen wel. Ja. Goed, ik wil hier ook al aan. Ja, dus er komt er net een auto aan, een vrachtwagen. Dus, andere auto. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, wij hebben sleutels, codes, badges, zulke dingen. Dan kunnen wij gewoon onbemand, gewoon zelfstandig lossen. Oké, nou, helemaal top. Dan laten we dat doen. We zagen al dat de perron bevroren was, wat wij zeggen. Ja, bescheid zonder binden. Nee. We gaan gewoon lossen en dan zien we het wel. Mooi. Is goed. Twee plekjes hebben we volgens mij dus. Twee plekjes. Van die heel hoge zeker. Nou, ik hoorde al dat dit voor de diepvries was bij jullie op de zaak. Maar hoe werkt het? Hoe gaat het in zijn werking? Nou, wij doen dus diepvries en vers tegelijk transporteren. Maar qua temperatuur mag dat niet. Want de transporttemperatuur is tussen de 0 en maximaal 3 graden. En dat is voor vers. Maar dat volstaat niet voor diepvries, want het moet bevroren blijven. Dus dat moet echt gewoon op min 20. Maar zoals hier zie ik het ijzer al nog op liggen. Ja, maar dat smelt ijs. Oké. Okay. Dat is gewoon puur om het product koud te houden. En we kennen dus dit is gewoon vacuüm verpakt. Ja. Hey, en dat zit niet in ijs. Maar dit zijn ook... Dit leeft nog. Leeft nog? Ja. Leeft nog? Mosselen, week en schelpdieren, die leven nog. Echt? Krabben, kreeften, die leven nog. Oh. He, dat, Ik dacht, dit is allemaal dood wat hier in die auto ligt. Sommige dingen, maar hier. Ja. Deze schelpen, die leven nog. Echt waar? Ja. Dus als je daar ijs op zet, dan ben je feitelijk aan het doodvriezen. Ja, oké. Okay. Dus dat doen we niet. Hoppatee. Betere pelletjes om de wind te lopen met de handpompwagen. Hoppa. Ready? Hop, hop, gas erop. Zo, Loep. Hoe ben je eigenlijk aan die bijnaam gekomen, joh? Want het lijkt niet heel erg op Wesley. Nee. Maar we hadden toen een tijd een collega, die heette Leslie. Ja. En daar wou ik eigenlijk niet mee geassocieerd worden. Precies. Dat kan. Dus toen hebben we gezegd van nou weet je, dat doen we Loep. En nee, dat stapt af van Loep de Mer, Loep de Mer. En dat is dus eigenlijk de Franse vertaling van Zeewolf. En dat heeft dus ook weer met vis te maken? Natuurlijk met vis. Ja. Zeewolf, dat is een vis. Maar daar ben je ook fan van of zo? Vind je dat lekker? Ja, dat is lekker. Dat is echt lekker. We zijn hier iets aan de late kant. Er zijn een paar jongens die zijn ons aan het helpen. En Loep die loopt mee, dus eigenlijk sta ik hier een beetje op spek en bonen, want zij hebben al die pompwagens. Dus het gaat eigenlijk vrij vlot hier. Alles gaat er zo goed als uit. Dan blijft er nog een klein beetje in staan voor die laatste paar adresjes. Dit is dus een hele grote klant. Maar jongens zijn lekker bezig. Loopt vlot door zo. Ik hou de diepvries in de gaten. Oh, je doet nog wat. Ajo! Schrik me aan. Helemaal de apen. De papieren zijn net naar buiten gebracht. Daar stonden we nog op te wachten. Ze hebben die auto even van het dok afgehaald. Dat die volgende auto ervoor komt. Ja. Dus papiertjes binnen. Ja. We kunnen weer, denk ik. Ga ik rijden of niet? Ja, jij dan, durf. Want ik val bijna aan slapen hier. Ja, nou, ga rijden dan. Is goed. Okay. Ga ik mooi even toeren. Is goed. Neem jij die papieren. Ja, merci. Bijrijder. Ja. Nou ben ik chef, Bon, hè? Ja. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Salut.
lekker. Mooi stukje mogen toeren. Het is nu 3:10. We zijn bij het derde adres. Het tweede adres waar we net vandaan kwamen. Dat was vlakbij Luxemburg. Dus we zijn nu alweer mooi een stukje op de terugweg. We gaan deze even lossen met de klep, toch? Ja, kleppie, kleppie. Eén pelletje. Is goed geteld dat net. Ja. Want we hebben er nog maar 3. En hierna nog 2. Nou, super. Gaan we dat even doen? Zijn we ook zo weer klaar mee? Hier heb jij de sleutel of... Nee, deze weg met een code. Oké. Okay. De code is 1234. Ja, dus iedereen... Ja. Ah. Die kan zo naar binnen hier. Ja hoor. Geen dat ruimt, hè? 1, 2, 3, 4. Iedereen kan naar binnen hier. Ja hoor. Goh, je kwam hard naar beneden. Ja. Er wordt niks meer te doen, hè? Kijk, je doet het ook nog. 1, 2, 3, 4. Dat is wel lekker. Kijk, hij ziet heel goed voor. Hoppatee. Zo, pellet weer netjes op zijn plek. Ja hoor. Pompwagen terug. En rammen. En gaan we weer, hè? Ja hoor. Mooi. Wat stel jij tot de zes? We gaan. Ja, ik zeg wanneer we gaan. Nog een keer. We gaan. Deur dicht. Deur dicht. Doeg. Nou, ik moet de deur dicht. Dag. Doeg. Goedenavond, we zijn nog steeds in de nacht aan het toeren. Mm. Ik heb die wagen even neergezet, want ik ben nog steeds aan het rijden natuurlijk. Ja, keurig chauffeur. Tussen het muurtje. Voor het mooie was het iets verder nog mooier geweest, toch? Zo ligt je klep goed. Oh, ik denk ja, maar hij zit natuurlijk vrij dicht langs het dakgootje en langs het muurtje. Dus spat zijn even neergezet. Je hebt, vorige hadden we een code. Ja. En nu heb je weer een sleutel. Ja, en een alarmcode. Alarm. Dus, ja. Oké. Okay. Dus, alarm. Is de alarm er al af? Dat gaan we doen. Ja hoor. Het alarm ging meteen af. Voilà. Hoor je hem? Ja hoor. Het is net echt. Goed hè. Nou, we zijn dus binnen. Het alarm ging net niet af. We krijgen dus die kratten weer mee terug. Ja. Noem je kratten? Ja, het zijn gewoon viskisten. Oh, viskisten. Nou, laten we het even bezig bij de naam noemen, kisten. Ja. Oh, de set is alweer netjes klaar. Die andere moeten we in de koeling zetten? Zetten we even in de koeling en dan hebben we deze weer mee top. Terug. En dan, top. Is gewoon wisselen. Dik voor elkaar. En ze roken hier zeker ook. Ja. De paling. Ja, dat ruik je natuurlijk niet op beeld. De pillik. Hoe? De pillik. De pillik. Zo, kijk, man. Ah joh, ik help jou wel even knecht. Oh! ik zal hem even helpen me tegenhouden. En hij begint ineens te sprinten. Nou ja, dat zal ik ook wel doen. Alles er in één keer vanaf. Nou, wat zei ik? Kijk, met z'n vieren komen we er bij. Dat moet ik ondertitelen. Hartstikke mooi. Morgenochtend weer een tevreden klant hier, gelost. En gelaaien. Ook nog eens. Lege kisten. Ja, geen niet voor een laaien dakje, hè? Nee. Maar ja, al het begin is moeilijk. Ja. Ook dit. Alles nee, went. Een beetje ongelijk pad natuurlijk. En die kisten zijn net even breder dan die pellen. Dus ja, dan kom je een beetje aan, wiebelt het er vanaf. Maar dat is met leeg goed niet zo erg. Wel nee. We gaan nu naar een beetje authentiek plekje om te lossen.
Ja, klopt. Zo, dat pand ziet er zo uit. Je hebt een foto laten zien, dus daarom weet ik dat. Ik ben er nog nooit geweest natuurlijk, maar je liet het zien. Dus dat is wel tof. Nou, wij gaan instappen in die kant weer op, want het is nog steeds het lekker. Want je hoort hem een klein beetje. Kacheltje brandt. Kacheltje brandt. En dat is ook wel lekker met 3 graden, dus we gaan lekker zitten en we gaan er weer van tussen. Is goed. Ga je mee ook, of niet? Nee, ik blijf staan hier, hoor. Even op z'n Zeeuws. We zijn om 6 uur begonnen, ietsjes later, want we hadden file. Het is nu weer 6 uur. Waar staan we? We staan even op een mooi plekje, want hier verderop hebben we gelost, een paar straten verderop. En toen zei Loep van, ik weet nog een mooi stekje, daar kunnen we even mooi staan, mooi gebouw, vlakbij een klantje van ons. Dus daar staan we nu voor de deur. Hebben we even wat mooie shots opgenomen en foto's. Nou, ik wil hem wel bij deze afsluiten, want ik heb het end in de bek. Het is... De volgende ochtend alweer, wat ik al zei, om 6 uur. Het is koud, we hebben zelfs -5 op de teller zien staan. Maar ik vond het wel weer wat mooi anders om te zien. Ja, en al die adressies waar je eigenlijk nooit in de middle of nowhere komt. En dat weet jij allemaal uit je hoofd, want je hebt geen navigatie gebruikt. Ja, echt. Dat laat het, hè? Je hebt geen navigatie gebruikt, hè? Al die straatjes, al die wegen. Ja. Hey, ik wil je hartstikke bedanken. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Ja, zeker weten. Apart, ja, alleen maar vis. Zit een luchtje aan, hè? Ik had je gezegd, hè? Zit een luchtje aan. Ja, en om 6 uur vanavond sprak hij gewoon nog Nederlands. En nu 6 uur, 12 uur later, 6 uur morgens en hij begint steeds meer Zeeuws te praten. Ik versta er niks van. Nee. Nou, ik vond het helemaal top. Ja, je hebt een dikke kar onder je kont. Zeker alles dik voor elkaar. Absoluut. Bedankt voor alle tekst en uitleg. En de ruimte die wij gekregen hebben om... met de vissen op de foto te mogen. Ja. Ook een partijtje koude handen daarvan gekregen. Ja. Die vissen trek je zo uit het ijs. Ik sta gewoon met een blok ijs in je handen eigenlijk. Ja. Lekker toch? Ja, heerlijk. Dan weet je weer dat je leeft, hè? Ja, zeker. Nou, dat heb ik vannacht sowieso al gevoeld, hoor. Goeiedag. Keurig. Hey, wij gaan nog een mooi stukje terug. Jij ook? Ik ook. Alleen wij ietsjes verder. Ja, verschil moet er zijn, hè? Ja, zo is het ook. Maar jij hebt vannacht ook vanmorgen kort geslapen en je kan zo weer naar je bed en je moet vanavond weer. Dan gaan we nog een keer. Juist, nog even een rondje. Is goed. Bij deze sluit ik de video af. Bedankt voor het kijken. Vonden jullie het ook een toffe video? Doe voor een blauw duimpje. Nou, eigenlijk weten jullie wel hoe het werkt. En zie jullie de volgende keer weer bij Kniepie Kuipers on Tour. En dan weer overdag. Mazzel. Doei. Doei. Ze vliegvis.